taxichauffeurs aan de kant gezet voor deelscooters. Landelijke busstakingen door FNV-leden. En man overleden bij woningbrand Nijmegen-Oost. Dit is het RN7 Regio Nieuws van woensdag 19 oktober. Nijmegenaren kunnen vanaf nu gebruik maken van milieuvriendelijke deelfietsen en deelscooters. De eerste zijn woensdagmiddag al geplaatst bij station Nijmegen, waar ook de taxi's staan. En dat is gelijk het grote probleem. Er is vanuit de gemeente niet naar de chauffeurs gecommuniceerd dat er plekken worden ingenomen voor die scooters en fietsen. En daardoor kunnen niet alle taxi's meer terecht op een vertrouwde plek. Wij hebben vandaag 200 deelfietsen geplaatst in Nijmegen. Het bedrijf Bolt heeft een vergunning gekregen van de gemeente Nijmegen, want de gemeente Nijmegen zet volop in duurzaam vervoer in de stad. Het idee is dan dat deelfietsen vooral autoritten kunnen vervangen in de stad. Ja, autoritten vervangen in de stad. Nou, we zien eigenlijk al een praktijkvoorbeeld, want de taxis die kunnen hier al niet meer staan. Het is niet een handige plek. En ook nog eens onze drie plekken weg te geven aan mensen waar we niks mee te maken hebben. Waarom wij deze plek gekozen hebben is omdat wij graag met dit soort vervoer dicht bij het station willen zijn. Klopt. Dat is belangrijk, dat iemand die hier aankomt kan kiezen voor deelfietsen. Hier staan normaal gesproken taxis. Daar is geen plek meer voor, lijkt het wel. Dat levert al gelijk problemen op. Er is zeker nog plek voor taxis, maar ik geloof ook dat we wel met ze in gesprek gaan. Omdat we nu meteen ervaren dat een aantal mensen zeggen dit werkt voor ons niet. De gemeente heeft niet met ons overlegd dat deze gaat hier gebeuren. Maar nu, gisteren hebben ze hier gewerkt en deze plaatsen van drie taxis meegenomen. Taxistandplaatsen. Maar zijn jullie nog niet in gesprek geweest dan? Er is niet goed overleg geweest, dus dat is meteen de volgende stap. We gaan met de taxichauffeurs in gesprek wat zij hier wel als een mogelijkheid zien of dat wij deze plek net iets anders neer moeten zetten. Had dat niet al veel eerder moeten gebeuren? Ben ik helemaal met je eens. Daar is een verkeersbesluit voor genomen, daar kan je bezwaren op maken. Maar ik begrijp ook dat deze taxichauffeurs dat besluit misschien niet gezien hebben en nu wel in de praktijk zeggen dit bevalt ons niet. Wat zou dan wel een goede plek zijn? Nou, bijvoorbeeld je hebt daar een plekje, zoals bij de Lumpia-kraam die daar staat. Of aan de overkant, zodat de mensen als de scooters of fietsers hier wegnemen, dat ze veilig al aan de overkant zijn en niet dat er 's morgens vroeg hier chaotisch of de busbaan gaan oversteken, fietsers, auto's, noem maar op. Dus dat is gewoon een onveilige situatie wat hier gemaakt is. Ik ga nu niet zeggen waar die dan definitief komt, maar we gaan daarover in gesprek en we kiezen de beste plek uit. Vakbond FNV staakt momenteel 3 dagen lang in het streekvervoer. De vakbond is het niet eens met de CAO. Vervoerders adviseren reizigers om de reisplanner regelmatig te checken. FNV Streekvervoer eist onder meer een loonsverhoging van 10%. Daarnaast moet er volgens de vakbond iets worden gedaan aan de werkdruk en het personeelstekort. Ze gaan door tot er een eerlijk CAO ligt. Ik heb een kwartier in Weert moeten wachten. En nu ben ik op het Centraal Station in Nijmegen en nu moet ik weer een kwartier wachten. Ik had er rekening mee gehouden dat ik eventueel de fiets zou pakken. Maar zo te zien rijdt de bus. Dus tot op dit moment heb ik er geen last van. Nee. Maar ze doen het wel ergens voor, leggen de stakende chauffeurs uit. Buschauffeurs zijn nou niet bepaald de grootverdieners in dit land. Dus we hebben allemaal hebben we grote moeite de boodschappen te betalen. De energieprijzen reizen de pan uit, de huren worden duurder. Alles wordt duurder. Alleen het loon gaat niet of nauwelijks omhoog. En dat deugt niet, vinden wij. Voor nu dus even vervelend. Maar betere arbeidsvoorwaarden, daar zou uiteindelijk ook de reiziger van moeten profiteren. Krijg je een betere werkdruk, een interessante CAO, zal het ook interessanter worden voor mensen om te gaan werken. Wordt de werkdruk minder, heb je je dienstregeling beter op orde en zal het uiteindelijk voor die reiziger ook gunstiger worden. Werkgeversorganisatie VWOV geeft aan niet meer over de lopende CAO in gesprek te willen. We zijn blij dat de invloed van de staking vooralsnog beperkt is. Dat neemt niet weg dat reizigers er ongelooflijk veel hinder van kunnen ondervinden. Als precies jouw bus, tram of trein niet rijdt, is dat enorm zuur. We roepen FNV nogmaals op om met ons aan tafel te komen en te praten over een nieuwe CAO voor 2023. De onderhandelingen zijn steeds getraineerd en gerekt en uitgesteld. En voor je het weet ben je weer 6 maanden verder en heb je nog niks. En dat willen wij ons niet laten gebeuren nu.
Bij een brand in een hoekwoning aan de Oprechtstraat in Nijmegen is de bewoner van het huis om het leven gekomen. De 58-jarige man woonde sinds het overlijden van zijn vader alleen in de woning. Buren vertelden dat ze, toen ze de brand opmerkten, hard op de deur en het raam hadden gebonst om de bewoner te waarschuwen. Een huis naast de hoekwoning is tijdelijk onbewoonbaar verklaard vanwege de rook. Dit huis liep ook schade op door de brand. Het gezin dat daar woont zal nu tijdelijk in een hotel worden opgevangen. Hoe de brand zelf ontstaan is, is nog onbekend. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. Bij de Primera aan de Dommer van Poldersveldweg in Nijmegen is woensdagochtend een poging tot een overval gedaan. Een man dreigde in de winkel met een mes. De verkoper achter de kassa reageerde snel en pakte zelf een mesje die hij normaal gebruikt om verpakkingsdozen mee open te snijden. De overvaller schrok hiervan en zette het op een lopen. Hij kon nog net tussen de schuifdeuren doorglippen en is nu spoorloos. Het gaat om een man in een donkergrijs jas met zwarte capuchon en een zwarte joggingsbroek. De man achter de kassa schat dat hij ongeveer 18 jaar is. Theatergroep Quatta wil in het badhuis waarin ze zijn gevestigd aan de gemeente verkopen. Dat staat in de verschillende toekomstscenario's van de theatergroep. Het Nijmeegse college is niet direct enthousiast en gaat eerst de plannen onderzoeken. Quatta ontving tot 2021 structurele subsidie van de Rijksoverheid. Dit jaar is de subsidie gestopt en daarom maakte het bestuur van Quatta begin dit jaar bekend dat de theatergroep moet stoppen. Het publiek van Quatta was het daar niet mee eens en startte een online petitie voor het behoud van de theatergroep. Daardoor heeft het bestuur de beslissing heroverwogen. Inmiddels zijn er verschillende toekomstscenario's geschreven. In alle scenario's geldt wel dat, mochten de plannen om wat voor reden dan ook niet uitgevoerd kunnen worden, het badhuis in de verkoop gaat. Het is vandaag op de kop af 39 jaar geleden dat NEC thuis tegen Barcelona speelde in de Europa Cup 2. Die tijden lijken nu ver weg met de prestaties van NEC dit seizoen. Want het gaat niet lekker met het team van Rogier Meijer, met tot nu toe maar 1 overwinning dit seizoen. En het slechte spel van afgelopen zondag lijkt NEC maar niet uit die dip te komen. Wat is er aan de hand bij de club uit Nijmegen en moeten supporters zich zorgen gaan maken? We vroegen het aan NEC-watcher en trainer Erik Meijers. Ja goed, wat is er mis bij NEC? Als je natuurlijk even de laatste 2 jaar gaat bekijken, dan zijn wij natuurlijk in het 2 jaar terug, 1,5 jaar terug, toevallig gepromoveerd. En ik vind dat we het daarna gewoon heel degelijk hebben opgepakt in de Eredivisie. En daar valt eigenlijk helemaal niks verkeerds van te zeggen. Alleen nu in het doorpakken, hè, dus weer een tandje hoger, hè, weer de lat hoger leggen. Ja, daar hebben we op dit moment denk ik gewoon in gefaald. Je wint 8 keer op rij gewoon niet. Nee. Ja, goed, de statistieken spreken natuurlijk niet in het voordeel van NEC. Als je ziet dat je de 1 thuiswedstrijd van de laatste 18 geloof ik gewonnen hebt. Ja, je hebt maar 6 goals gemaakt hier thuis in 18 wedstrijden. Ja, dan doen we met elkaar iets niet goed. Ja. Je zegt hij speelt heel erg herkenbaar, maar er is toch ook wel een beetje kritiek op zijn speelwijze. Het is te voorzichtig, vinden men hier in Nijmegen. Ben ik helemaal met je eens. Ik vind het ook veel te voorzichtig. Zeker thuis. Ik vind thuis moet je gewoon binnen de eerste kwartier de eerste goal afdwingen. En ik vind dat we dat te weinig doen als team. Dat stralen we niet uit. Nou, daar begint het wel mee. Aan de andere kant, deze ploeg scoort gewoon moeilijk. Ja, dan bouwt hij wat meer zekerheden in. En dan is niet verliezen belangrijker dan winnen. Nou, en dat zie je wel terug in zijn werkwijze. Want NEC speelt denk ik voor een groot gedeelte om niet te verliezen. Ja, heb jij ook heel wat clubs gehad en ook al heel veel meegemaakt in je trainerscarrière. Dus ook als de druk toeneemt, hoe denk je dat Rogier, voelt hij de druk? Ja goed, ik denk wel dat het voor Rogier nu een andere situatie ontstaat. Hè. Hij is natuurlijk in het begin van zijn carrière en heeft het prima opgepakt. Ik denk ook alle credits terecht. Ja, alleen nu kom je een fase verder en het is misschien nog niet helemaal de tijd om alles te evalueren. Want ik denk wel dat dat nodig is, want als wij deze lijn doorzetten, ja, dan worden wij een degradatiekandidaat. En dat hadden we natuurlijk van tevoren niet gedacht. Opnieuw was het vandaag een heerlijke najaarsdag met veel zon en aangename temperaturen. Helaas gaat dat de komende dagen veranderen, maar aan deze wolken kon je vandaag ook alvast zien dat er een positieve weersverandering aankomt.
Deze veren in de lucht worden cirrus genoemd en dit is doorgaans een voorbode voor een warmtefront. Het wordt dus enerzijds wel wisselvallig weer, maar de temperaturen blijven lekker hoog voor de tijd van het jaar. Morgen wordt een wisselvallige dag. In de ochtend is hier en daar nog wat ruimte voor de zon. Maar vanuit het westen trekt er in de loop van de dag een gebied met buien over het land. De temperatuur loopt ook sterk uiteen, met 14 graden in het noorden tot 19 of lokaal zelfs 20 graden in het zuiden. Ja, en als we dan even kijken naar onze regio, dan zullen we in de tweede helft van de middag te maken krijgen met de buien. De temperatuur zal bij ons uitkomen op een graad of 16, misschien zelfs 17. Richting het weekend blijft het regenachtig en wisselvallig. De temperatuur loopt wat op en komt uit tegen de 20 graden. Het goede nieuws is dat die hoge temperaturen voorlopig nog wel even blijven, maar dat de regen langzaam maar zeker wat minder zal worden. Tot zover het RN7 Regio nieuws van vandaag. Zometeen zie je weer een nieuwe filmupdate waarin mijn collega Pleun je helemaal bijpraat over de nieuwste films die vanaf morgen in de regio te zien zullen zijn. Morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!